Dat was Adele, Someone Like You. Nou, er zullen er niet veel zijn zoals onze gast die nou naast ons zit, hè Jos? Nee, we hebben naast ons dus aangeschoven Gordon de gastronaut. Gordon de gastronaut? Ja, wat zeggen, Gordon Bok. Goedemorgen en welkom in de uitzending. Ik heb een heel interessant artikel over jou gelezen in een van de weekbladen. En daarin kwam ook de naam van je grootvader, Roelofsen, naar voren. En ik ben dan van de generatie die in dat, dat culinaire hart, maar we echt wel op topniveau in Hengelo, het restaurant Madras, ik mag het nu noemen. Want het bestaat helaas niet meer voor een heleboel fijnproevers. Jij komt uit dat geslacht. Ja. Dus het eten, koken op allerlei internationale niveaus is jou een beetje met de paplepel ingegoten. Klopt, ja helemaal. Echt de passie voor het koken, dat zit wel echt in mijn genen ook. Ja. En ook van kleins af aan op reis geweest en overal ook met voeding te maken gehad. Van India tot Thailand, het Mediterraanse. En al dat culturele ook meegenomen naar mijn gerechten eigenlijk. En was het logisch dat jij dan uiteraard een koksopleiding ging volgen? Ja, dat zat er al van vroegs af aan in. Ja. Dat, die passie niet ervoor. Accountancy of zo. Dat, nee. Nee, dat is niet waar. Het moet wel echt, ja, echt het ambachtelijke. Dat heb ik helemaal opgepakt. En waar heb je die koksopleiding gevolgd? In Almelo? In ROC Almelo. ROC Almelo. Ja. Ik zag ook de naam. En dat is natuurlijk een inspirator voor heel veel mensen geweest. Van Wijlen Kaspijkers voorbij komen. Dat is nu een academie in Almelo. Althans verbonden aan het ROC van Twente in Almelo, die ook zijn naam draagt. En ik vind dat terecht. Mm-hmm. Heeft hij op jou nog invloed gehad? Kas Spijkers heeft zeker een invloed gehad. Ik maak ook bijvoorbeeld bepaalde terrien, die eigenlijk de opbouw ook als Kas Spijkers heeft. Mm. En die zitten heel mooi met een courgette wortel, eerste laag. En daarna heel mooi zalm en gambas bijvoorbeeld. En asperges in het midden. Met een gelei van tomaat uitgehangen. Die je dan heel mooi kunt snijden. En als je hem aansnijdt, dan zie je helemaal mooi die marmer bijvoorbeeld terugkomen. Ja. En dat is echt een klassieke bereiding. Maar is ook hij niet de man geweest die koken op de televisie heeft gebracht? Dat is zeker een heel belangrijk persoon, helemaal voor heel Nederland. En eigenlijk mijn opa, die stond ook in dat straatje met aan tafelbereidingen, met hoogkoksmuts op. En helemaal uitleggen aan de gast en waar ze ook zin in hadden en dat bereiden. Ja, want Van Overijssel was al eigenlijk echt de chef, Willem Roelofsen van Madras. Ja, want het koken onder de mensen brengen. Nu, je hebt ontzettend veel kookprogramma's. Je hebt 24 Kitchen. Daar kun je 24 uur kun je daar vergapen aan allerlei lekkere recepten. We hebben degene die daar een hoofdrol in speelt. Roelof van Veen, dacht ik. Rudolf van Veen. Ja, dat is ook zo iemand die zegt van koken moet je onder de mensen brengen. Ben je ook zo iemand? Ja, zeker weten. Ik vind het leren en de technieken overbrengen op de leerlingen, ook van ROC school, daar sta ik ook altijd voor open. En dat vind ik ook heel erg leuk om over te brengen. Dus ook echt de fijne kneepjes van het vak. Ja, ja. Nu heb ik met diverse chefs, koks en meesterkoks gesproken. Een van jouw leeftijdsgenoten, Lars van Galen, hier van het Lansink. En wat mij opvalt is uiteraard de gedrevenheid, de passie. Maar iedereen heeft ook zijn eigen visie op koken. En die heb jij ongetwijfeld ook. Want ik zag een stuk voorbij komen waarbij jij in de tuin van Philip Gortemaker rondloopt. En dat doe je niet zomaar. Klopt. We gaan dus echt op zoek naar de vergeten groenten, oergroenten. En die gaan we verzamelen op het bord. En zo maken we een heel mooi harmonieus gerecht op. Zo had ik een 3-gangen menu gemaakt net in Duitsland. Over de grens, in een kasteel. En daar heb ik eigenlijk mensen en gasten proberen voor uit te nodigen in de krant, radio, verschillende manieren. En daar is eigenlijk een hele leuke groep uit ontstaan. En een fantastisch diner uitgekomen. Ja. Met een leuke aftermovie, dat de mensen dat weer meenemen en terug kunnen zien. Nou noem je net die oergroente, hè? Of die oude groente. Ja. Dat is ook even een hype geweest, is volgens mij weer een klein beetje aan het zakken. Kun je ook uitleggen wat er speciaal is aan die oergroente? Dat is echt streek. Dus als je dan die oergroenten meeneemt, dan proef je eigenlijk Hengelo. Oké. En als je bijvoorbeeld Drenthe de oergroenten daar vandaan haalt, dan proef je Drenthe. En ik vertegenwoordig Hengelo. En hier hebben we dropkruid, we hebben verse stevia, we hebben mooie gele wortelen, paarse wortelen. Nou even een hele flauwe opmerking. Als er dan die groenten uit de Hengeloze grond komen, smaken ze dan een beetje zoutig? Of? Het is niet per se zoutig, maar het is eigenlijk wat zoetig hier. Wat zoetig. En het
Het is ook per klimaat gewoon anders. En net zoals een druiven, hoe ze ontstaan. Nee, ik bedoelde wel inderdaad ook de grondsoort natuurlijk, waar die in zit. Dat is heel erg van invloed natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. Nu is het, heb je ooit nog zeg maar een wens, een droom om te zeggen van... ik ga een eigen restaurant beginnen met mijn eigen filosofie, met mijn eigen gedachten. Misschien wel met het idee om een Michelinster in te bouwen, want dat zou kunnen. Ja. Of ben je toch meer iemand die zegt van, ik ben Gordon, ik ben in dit geval de gastronaut. En als je iets geweldigs op tafel wilt hebben met mijn eigen kracht en filosofie erachter, bel me dan maar. Ja, het is eigenlijk eigen kracht, eigen filosofie. Een Michelinster is altijd mooi meegenomen, maar dat is niet mijn uitgangspunt. Nee. En, maar bij mij gaat het echt puur om elke week die creativiteit los te maken. Zo maak ik bijvoorbeeld van de reizen die ik gemaakt heb, de koralen, de schelpen neem ik mee. Daar maak ik culinaire siliconen mallen van, die dan ook weer lossend zijn. Waar ik bijvoorbeeld mijn dessertgerechten mee afgraneer, zodat ik ook alles in de stijl van de zee hou. Dat is iets wat ik heel leuk vind. En zoals bijvoorbeeld serviezen maak ik in porselein. Hele mooie abalone schelpen, mooie coquillesvormen en lelieblad. Allemaal in porselein met allemaal diverse zachte tinten. Te verkrijgen via Royal Goede Wagen. Dus dat zijn wel allemaal dingen die ernaast komen. De creativiteit, die moet door blijven vloeien. Mm-hmm. Dat is eigenlijk mijn motor. Ja, want dat had je inderdaad voor 10 had je dat ook even verteld. Hè? Dat je echt de zee, daar zit een voorkeur, hè? Een passie. Daar wil je wel meer dingen dat mee doen. Dat is mijn specialiteit. Met zeegerechten. Vis, zee, oesters. Laten we zeggen wat een van je gerechten is, een zeegerecht waar je trots op bent. Ahi poke is een Hawaïaans gerecht. Dat is eigenlijk een tonijntataar. Die gaan we helemaal lekker fijn snijden. Dan maken we van die tataar, gaan we een beetje met olijfolie, een beetje soja gaat erdoor, wat sesamzaadjes. Heel klein beetje wakame, dat is een zeewiersalade. Die op allerlaatste moment doen we een beetje citroen erover. Dit komt in een bol uiteindelijk en die bol maak ik zelf van een kroephoek. Dus huisgemaakte kroephoek. Zo. Ja, want ik had je gevraagd om een recept mee te nemen. Nou is de tijd daar te kort voor, dus we gaan... We hebben hem al bijna. Ja, want ik weet niet of het heel lang gaat duren, want we hebben natuurlijk nog meer gasten. Maar hij is al bij de citroen, hij is bijna klaar volgens mij. Oké, ga je gang. Ja. De kroephoek, dat is eigenlijk wel echt een kokschijmpje, maar we hebben dus de tapioca poeder. Dat is 200 gram, die gaan we mengen met een vloeistof. In dit geval pak ik bietensap. Dat is 150 milliliter. Okay. Dit wordt een emulsie, een soort papje. En dat gaan wij een beetje azijn, zout tussen toevoegen. En dit gaan we tussen twee bakmatjes uitdoen, uitstrijken met een roller. En dit wordt eigenlijk gestoomd. Dus die vloeistof wordt gestoomd, wordt een beetje rubberig tussen twee bakmatjes. We verwijderen de bakmat. En dan op 90 graden hete lucht helemaal krokantjes van maken, die chipjes. En die chipjes, die worden op 170 graden gefrituurd. Tot prachtige koraalachtige kroephoeks. En die 90 graden, hoe doe je dat? Die 90 graden? Dat gaat echt in een goede oven. Die constant blijft. Dus moet je ook denken aan professionele rationeel ovens. En dan kun je perfect binnen een uurtje eigenlijk. Kun je hem al helemaal goed droog hebben. Ja. Nou, je had me eigenlijk al te pakken bij tonijn tartaar. Want dat vind ik op zich al heel erg lekker. Maar wat je er nou van maakt. Het water loopt me wel in de mond, moet ik zeggen. Nou, we gaan dat nog een keer bekijken. Even ter afsluiting. Als mensen zeggen van, ik wil geïnspireerd worden. Ik heb zelf een mooie locatie. En ze willen met jou in contact komen. Dan zitten ze natuurlijk vast aan jouw filosofie. Dat lijkt mij erg logisch. Maar hoe kunnen ze dat het beste doen? Ze kunnen mij het best zoeken via Gordon, de gastronaut. Ja? En ik ben op diverse Facebookpagina's en eigen websites ben ik te vinden. Ja? Alles maak ik en doe ik zelf. Dus ook de marketing, en maar ook de gangen en de belevenis aan tafel. En dat is iets wat mensen mij toch voor moeten komen opzoeken. En ik kan over heel Nederland ben ik werkzaam. En ik ben op het moment dus chef-kok in Oldenzaal bij Carte Blanche 99. En daar kook ik, daar heb ik een hele leuke menukaart ook gemaakt, wat heel werelds is. Nou, we gaan het allemaal nog een keer bekijken. Ik hoop je nog een keer in de studio te mogen verwelkomen. Want we tikken langzamerhand richting de feestdagen. En dan ben ik altijd wel benieuwd wat een meesterchef of een meesterkok zoals Gordon
dan in petto heeft. Ergens half december misschien. Ik weet niet of je daar tijd voor hebt, maar dat zou ontzettend fijn zijn. Uiteraard, zeker. Ja. In ieder geval, je gaat straks weer richting Oldenzaal. Want je bent een druk mens. Bij jou is het niet alleen eten, maar de beleving is eigenlijk net zo belangrijk wat je op je bord krijgt dan het eten zelf. Ja, heel belangrijk. Bedankt voor je komst. Ja, de schoonheid. Eet smakelijk. Dank je.